Iedereen die is zich gewoon bewust dat het gewoon belangrijk is. Ik zie het wel als onze verantwoordelijkheid als ondernemers om te kijken wat wel mogelijk is om ook door te bouwen. Om ook te zorgen dat het economisch verkeer door blijft gaan. Dit is Nieuw Leuzen. En in Nieuw Leuzen bouwt de Groothuis Bouwgroep een enorm distributiecentrum. Van daar naar daar, dat is 350 meter. En op zo'n plek heb je natuurlijk wel de ruimte. Dus 1,5 meter, dat moet hier vast lukken. En de directeur van Groothuis is Claudie Groothuis. Oh, kijk. Doorbouwers. Daar houden we van. U bent de uitvoerder, begrijp ik. Ja, dat klopt. Ik moest me bij u melden. Dat schrijf ik even in. Ja, serieus? Oh, dat is zeker. Ik heb mijn handschrift, dat mag je bij drinken van de dokter. Nou, wat vind je ervan? Fabulous. Staat maar goed. We zijn er klaar voor, Claudie. Wil je denk ik eerst even zien hoe wij onze protocollen netjes uitvoeren? Weet je wat het probleem is altijd? Lunchen. Schaften. We kunnen dit op ons pad kwam. Samen met de onderaannemers hebben we afgesproken. Ze hebben hier extra keten neergezet. Dus ze kunnen zelf in hun eigen keten kunnen ze schaften. Oh, dat zijn die containers. Ja. Dat zijn keten en iedereen heeft zijn eigen plek. Ja. En de handen wassen. Ook dat doen we. Mag ik zien? Jazeker. Minimaal 6 keer per dag. Dat is geen flauwekul. Nee. Daar houden jullie in dit gebied ook niet zo van, hè? Hier gebeurt het dan. Ontsmetten, wassen. Hoe ze mensen daaraan wennen of viel mee? Nee, dat viel mee. Iedereen die is zich gewoon bewust dat het gewoon belangrijk is. Dit is wel enorm. Hoe lang is dit wel niet? Het is een paar honderd meter. Ja. 350 meter? En hoeveel vierkante meter? 35.000 vierkante meter. Toen de crisis uitbrak, dacht jij toen van hè? Nu gaat er van alles mis? Of kon je jezelf redelijk weer bij elkaar rapen? Nee, uiteindelijk hoor je in een crisis ook rustig te blijven en dat kenmerkt ons als organisatie ook wel. We zijn nuchter en al snel moet je een structuur neerzetten. We hebben gekozen om 3 teams te formeren. Een team wat zich bezighoudt met de crisis en met de dagdagelijkse dingen, protocol en veiligheid. Een team wat zich focust op de impact voor de bedrijven, economische gevolgen, welke scenario's moet je ontwikkelen. En een team wat zich bezighoudt met ons werk, die ook de andere kwaliteitseisen van de projecten in de gaten houdt. En zo kon je slagvaardig vanuit ons managementteam elk met iets bezig zijn. En gezamenlijk koppel je dat weer terug. Die bouwsector is natuurlijk belangrijk voor de economie. Heb je dat ook zo gevoeld als een soort van verantwoordelijkheid, van dat we moeten echt door? Ik zie het wel als onze verantwoordelijkheid als ondernemers om te kijken wat wel mogelijk is om ook door te bouwen. Om ook te zorgen dat het economisch verkeer door blijft gaan. Jullie hebben natuurlijk allerlei veiligheidsprotocollen, maar dat protocol voor corona kwam daar bovenop. Dat klopt. Was dat te managen? Nou, het kwam natuurlijk vrij plotseling en dan heb je te schakelen. Maar we beseften ook heel snel dat het slechts een onderdeel is van totale veiligheid. En het is toch onze taak als organisatie om te zorgen dat de veiligheid hoog op de kaart staat. Uiteindelijk zijn de andere risico's niet minder geworden door corona. En je moet de alertheid wel op het totaal houden. Hey, maar als je hier kijkt, hè, en beneden. Ja. 1,5 meter is natuurlijk een lachertje hier. Als je hier tegen elkaar op botst, dan... Ja, dat is niet nodig. Zo'n crisis, hè? Jij bent ondernemer. En dan zie je ook snel in zo'n crisis kansen. Dat klopt. Wat zie jij als kans? Nou, wat ik zeker als kans zie, is dat we in effectiviteit van werken wel een slag kunnen gaan maken. Je ziet nu ook dat bouwvergaderingen online gebeuren. Dat er ook met thuiswerken, dat het op zich prima gaat. Al is er soms wel eens ruis op de lijn. En dan zeggen we ook van, als er ruis op de lijn is in communicatie, juist omdat je niet live bij elkaar bent, zorg dan dat je van het positieve uitgaat. De ander bedoelt het niet zo verkeerd. Wat ga je doen, Claudie? Nou, ik ga een bokaal uitreiken. Waarvoor? Ja, nou, een bokaal hebben wij een aantal jaren geleden in leven geroepen. En met bijzondere personeelsmomenten reiken wij die uit aan iemand die een bijzondere prestatie heeft verricht. En ik wou hem nu eigenlijk aan het hele team uitreiken. Hey mannen, eigenlijk even een super momentje hier. Speciaal voor jullie dat wij zo'n bijzondere periode achter de rug hebben met elkaar. Waarin we ons moesten aanpassen en waarin we moesten doorbouwen. Geven wij deze bokaal aan jullie, maar daarmee eigenlijk ook aan alle collega's. Zowel kantoor als bouwplaats.
omdat het toch wel een uitzonderlijke prestatie is verricht. En omdat we trots zijn op jullie vermogen om ook mee te gaan in deze nieuwe werkelijkheid. Bedankt voor jullie inzet. Ja, zo gaat het dus. Dit is een heel groot project. Dus op dit project, echt hele concrete maatregelen. Die zijn natuurlijk wel nodig. Maar hier hebben mensen zoveel gelegenheden om lekker uit elkaar te gaan staan. Dat valt het wel mee. Maar wel interessant is te horen dat het protocol nu ook onderdeel gaat uitmaken van het algemene veiligheidsbeleid van Groothuis. Dat is natuurlijk wel bijzonder. Want je kunt iedereen aanstellen voor belangrijke dingen. Maar een veiligheidsadviseur die ook het coronabeleid meeneemt, omdat het nog veel langer gaat duren, dat is kijken naar de toekomst.